Weet je wat ik wel verkoop momenteel? Dat zijn de Ronnie Raasdal mondkappen. Dus die kun je op je neus zetten en dan ben je Ronnie Raasdal. Pond bestaat 10 jaar. Onze wens... met volle kracht doorgaan. Doe eens rustig, joh! Ah! Hou de mooiste omroep van Nederland online. Word lid. Vieze roze flikkers. Wat een bizarre, barre tijd en al helemaal voor muzikanten. Ja, daar heb je gelijk in, ja. Het is eigenlijk, als ik het bekijk vanaf het begin van het jaar... Ik heb met carnaval had ik 12 optredens. En vanaf carnaval is het, zal ik maar zeggen, echt één streep naar beneden gegaan. En uiteindelijk was het zo dat die minister-president... Nu heeft hij gezegd, nog 3 mensen in huis. Ja. Nou, wat kan je beginnen als artiest? Jij bent helemaal niet meer nodig. Nee, zoiets is het, ja. Dus dan moet je gaan verzinnen. Hoe ben je dat nog wel nodig? Nou ja, weet je, die kinderen die lopen nu met een mobieltje. Ik kan dansen, dat is het beste. Dus als ze naar het schermpje kijken, ja, dat kennen allemaal. Maar je hebt nu een soort carnavalsachtig nieuw nummer gemaakt met Dierendag. Ja. Maar ja, carnaval gaat niet door, waarschijnlijk. Nee, maar weet je, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En de mensen die daar jaarlijks mee bezig zijn, die gaan echt niet tijdens de carnavalsdagen allemaal thuis zitten. En als ze thuis gaan zitten, dan gaan ze wel online dingen met elkaar afspreken en weet ik veel wat allemaal. En dan weet ik zeker dat het filmpje van Ronnie Raasdal, dat hij kusje door de lucht zingt en zwemmen zonder slip en dansen en de Bostella en de koning van de plas en eet veel bananen en ga maar door. Laten we gaan kijken naar het nummer. Ja, goed. Top. Ik kan dansen als de beste en ik sla de grote trom. Ik stoot alles naar pop, want ik ben soms een beetje dom. Weet je wat ik wel verkoop momenteel? Dat zijn de Ronnie Raasdal mondkappen. Dus die kun je op je neus zetten en dan ben je Ronnie Raasdal. Nou ja, of dit nou jouw crisis gaat oplossen, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Maar weet je wat het is? Ik heb wat ik zei. Ik schurk er tegen een depressie aan. Ja. Maar wat heb je daaraan? Dat schiet er ook niks meer op. Nee, dus maar... ik ga gewoon door met rare dingen verzinnen. En ik zie het vanzelf. Voor mijn laatste spaarcenten heb ik dit gedaan. Dus ik zie wel of dit verkoopt. Lekker een beetje de fans ook afzetten. En lekker de ik vraag een heel hoge prijs. Veel te er zit een enorme marge op. Maar dat zeg ik niet tegen die mensen natuurlijk. Het zal wel gek zijn. Ja. Dat zijn de dieren op de rij. Maar wat kan jij? Hip, hip. Van de koeien naar de kip, toch? Van de schommel naar de wip. Ja? Lekker zwemmen zonder slip. Wij kunnen een duet maken. Ja. Hip. Van de koeien naar de kip. Kip, van de schommel naar de wip. Lekker zwemmen zonder slip en dan gaat hij met z'n allen la 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 la. Ja, la 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 la. En het nieuwe liedje, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, het nieuwe liedje, hoe gaat het dansen wat bij het nieuwe liedje hoor? Oh, het nieuwe liedje gaat zo. Ik kan dansen als de beste en ik sla de grote trom. Stoot wel eens mijn kop, want ik ben soms een beetje dom. Zie ik een kabouter, ga ik zitten met een zucht. En vind ik jou heel lief, krijg jij een kusje door de lucht. La 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 la